En daar zitten we dan, ik en Skate, Skate, skate en, en ik, ik. sorry, um, voor een, ik wil zeggen iets wat aparte review, maar dat is het natuurlijk niet. We zijn gewend om games te bespreken, we zijn gewend om films te bespreken, allerlei vormen van popcultuur. Um, maar dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag, want we hebben het over Dreams. Is dit een game? Is dit een tool? Dit is een game tool. Het is een tool Het is meer dan, nee, het is niet eens een game. Nee, nou ja, je kan, als je wil, kun je alleen maar spelen. Ja, als je wil kun je een game maken. Maar als je wil kun je ook uh, muziek maken. Als je wil kun je ook een uh, piece of art maken. Als je wil kun je een schilderij maken. Ja. Je, je, de de mogelijkheden, zei, mogelijkheden zijn immens. Ze zijn ja. op praktisch oneindig te noemen. Al moet ik wel zeggen dat als je een, 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 een uh, rondje langs de velden maakt... Toch best wel veel overeenkomt met elkaar qua stijl. Grafische stijl. Ja. Neigend naar cartoony. Mm -hmm. Maar wanneer je ziet dat mensen er meer tijd in steken, zie je ook hele donkere, serieuze, ja. realistische dingen uh, poppen. Maar qua stijl doe je dan waarschijnlijk op het. het lijkt een beetje geverfd. Ja, dat is, dat is gewoon ja, de, de insteek waarschijnlijk geweest van Media Molecule. Uh, zij hebben natuurlijk met Little Big Planet hebben ze ook al. Uh, destijds hebben ze ook al een soort van tools gegeven. zodat mensen hun eigen levels konden maken. Dit lijkt er gewoon heel erg uit voortgekomen. Um, en zoals je zei, je kan alle fucking kanten op. That's je kan niet een game maken, je kan art maken, je kan muziek maken, je kan alles maken. Um, dan kan ik je wel verklappen, daar ben je lang mee bezig, want dit is niet het makkelijkste om te leren. Je hebt er bij wijze van een studie voor nodig. Ja, uh, als je denkt dat je wel even in een middagje door de tutorials alleen uh, doorgeraakt, uh, dan heb uh, ik het nieuws voor je dat uh, dat gaat absoluut niet gebeuren. Alleen al met de tutorials was ik enkele dagen bezig, en mm -hmm. dan nog had ik aan het einde van die tutorials iets van holy shit, uh, ja. wat overkomt mij hier allemaal en en. Wat moet ik met al die tools die me aangereikt worden? Het is niet te geloven hoe ja. ver je kunt gaan daarin. En als je, als je dan bijvoorbeeld de, hier en daar zie je wat gameplaybeelden tussendoor verschijnen. van mensen die hun, hun dream hebben gemaakt. Ja. Uh, kom je al enigszins in de buurt van zoiets? Verre denk, van. Denk je dat je ooit zoiets kan maken als dat je hier ziet? Verre van. In de, in de premium-discussie uh, gaan we het uh, uitgebreid hebben over onze creaties. Ja. of misschien wel het gebrek daaraan. Uh, maar ja, weet je. Ik denk wel dat je als je echt uh, alles uit Dreams wil halen. Dat je bijvoorbeeld ook wel die Little Big Planet achtergrond wel een beetje moet hebben. Het moet, ja. het moet wel in je zitten. Je ja. moet, er moet wel een soort van creatieve drang zijn voor jou om iets te willen maken van datgene wat jou aan. met datgene wat jou aangereikt wordt. Ja. In dit geval zijn dat echt, ja, weet je, uh, van rotspartijen tot blokken, tot ramps, tot. Ja. Uh, nou ja, ik, ik beperk me nu alleen maar tot een paar fysieke dingen. Maar je God, kan, de, de, je de, kunt de set alles die er al maken. is. In principe. Ja, en, want je kunt ook gewoon stel. Je hebt een, een, een recht. Je hebt een rechthoekig vlak. Dat kun je stretchen, dat kun je vervormen. Ja. Je, kunt het, weet je, je kunt het zo gek niet bedenken of het is allemaal wel mogelijk. Dus, uh, nou ja. Pff, damn, ik zie, ik zie dingen voorbij komen en denk ik echt van hoe we dan? Oh, ja. We weten inmiddels een beetje wat er speelt in de game. Uh, hoe bepaalde dingen tot stand komen. Um, en dan weet ik al, dan zie ik al hieraan van Jesus Christ. Alleen al cameraperspectieven. Uh, je hebt gadgets waarmee je bepaalde dingen in gang kan zetten. Dus stap jij op platform A, dan begint object B te bewegen. Ik denk, ik denk dat het, is een, het zijn een beetje de basisprincipes van game design. Van als dit, dan dit. Uh, dat soort dingen. Tenminste, ik had, ik had graag Emilde bijvoorbeeld bij gehad, die had misschien meer kunnen vertellen over in hoeverre dit uh, representatief is voor. Echt game design, um, daar moet je natuurlijk nog meer zelf doen en daar uh, word je niet zo aan het handje genomen als hier. Um, het is inderdaad moeilijk, maar vind jij de tutorials duidelijk? Want ik heb wel met de tutorials dat ik echt het idee had van, oké, okay, weet je, ik maak stappen, ik leer hoe ik animaties moet uh, maken en inzetten en hoe ik ze moet dupliceren en hoe ik de gadgets kan toepassen, zodat als ik op een platform sta, dat er iets begint te bewegen. Je maakt het is moeilijk, maar je maakt wel stappen. Je maakt absoluut stappen. Het ja. probleem is bij ons dan als zijnde recensenten, je hebt een, een dag of vier, vijf, ja. weet je wel, om ermee aan de slag te gaan. En je, voor mijn gevoel was ik zelf, oké, okay, rush, rush door die tutorial heen, zodat ik aan het werk kan. Mm -hmm. Maar die, je moet gewoon je tijd nemen voor die tutorial. Want ja. er zijn meerdere manieren om uh, het qua mechanics te benaderen. Je kunt gewoon je linker- en je rechterstick gebruiken met, met de shoulder buttons bijvoorbeeld om dingen vast te pakken en te verplaatsen, te kopiëren. Et maar je kunt ook bijvoorbeeld de. de uh, hoe heet dat ook weer? Dat ja, je, de motion controls van je de controller. motion controls gebruiken van je controller. Of eventueel van die. Uh, move de Move die uh, controllers, uh, ja. die je ook gebruiken. Dus er zijn uh, verschillende wegen die naar Rome leiden. En uh, ik moet zeggen, ik heb het dan met de twee sticks gedaan. En soms was dat nog wel eens lastig. Want dan zweefde ik weer boven een bepaald vlak met een item ja. wat ik wilde plaatsen. En dan was mijn perspectieven niet goed genoeg. En wanneer ik dan. Met de camera draaide zag ik dan oh shit dat object uh, mm -hmm. zit een meter of een halve meter boven het oppervlak. Ja. en dan moet je dit weer aanpassen en zo. Weet je wel, dus het ja, was soms ja, zelfs omslachtig hoor. In principe gebruik je altijd zowel de motion controls als je sticks. Ja, want je, je pakt iets vast met je controller en dan wijs je eigenlijk waar je hem heen wil hebben. En Dan kun je nog de diepte verplaatsen met je andere stick en dergelijke. Is pittig. Uh, dat vergt enige gewenning uh, voordat je daar echt uh, door hebt van oké, okay, zo moet ik het plaatsen. En nu weet ik, je kan hem bijvoorbeeld ook een klein duwtje geven. Nog dus als je hem inderdaad ja. een halve meter te hoog hebt, dat je van boven even, even een klein porretje geeft, zodat hij naar beneden gaat. En dat doe je dan met je imp, dat kleine bolletje dat je ook helemaal kunt uh, customizen ja. tot in een treuren. Uh, dat het echt gewoon je eigen uh, ding voelt, zeg maar. Weet ja. je wel? Dus alles wat je maakt van ja, dat doe ik met mijn imp. En je kunt die imp dan weer vervolgens uh, iemand laten possessen, als het ware, of zeggen dat. dat dat je in de, in, de, in de huid kruipt van een pionnetje... van een karakter dat, ja. dat kan lopen. En, uh, en zo ontdek je steeds weer dingen. En dit is zo'n game... daar ben je echt wel even weken mee bezig... voordat je echt helemaal doorkrijgt... hoe oneindig de uh, opties zijn... om tot iets heel bijzonders te komen. En ja. je ziet het al deze week. Uh, je ziet nog heel veel betas bijvoorbeeld. Onaffe uh, creaties van mensen die er middenin zitten... maar die het al... Die het tof vinden om dat hele proces te delen met andere mensen. Ja. Eh, want dat is natuurlijk uh, weer ook de kracht van, 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 van Dreams. Dat je het kunt delen. Je kunt ook als je wil. Uh, creaties van andere remixen. Zeker. En, uh, en, en het ja, verbeteren. Nou, Naar na jouw smaak inrichten, allemaal. Mm -hmm. en, uh, ja, weet je, en zo ontstaat er dan weer zo'n community. Je hebt ook van die, van die grootschalige. Uh, tijdelijke community events. Uh, die het dan ook weer ja en extra laag toevoegen ja. die echt die, die sense of community geven dus wat dat betreft is er meer dan genoeg te doen in deze game en um... zie jij jezelf hier meer tijd in steken? Ja, ik ben niet die guy nee. en dat heb ik uh, laatst ook iemand zei, ja maar als jij niet die guy bent waarom ga je deze game dan spelen? Ja, omdat ik wel juist, wil omdat je dat juist nodig hebt iemand erbij. omdat ik oprecht benieuwd was en mm -hmm. ben na de de veelheid aan opties die een uh, een, een, een tool als Dreams je ja. biedt nou en ik heb inmiddels de afgelopen week wel gezien dat die Tools, eh, immens zijn, overwhelming mm -hmm. bij tijd en wijle. dat je echt soms niet weet van oké. Okay, hoe maak ik de volgende stap? En het maken van een game bijvoorbeeld, dat is niet voor iedereen weggelegd. Je, kan wel, ja. je kunt misschien wel mooie ideeën hebben, maar voer het maar uit. Ja. Nou, Dreams geeft je in ieder geval. Uh, niet zoals de echte profession, professional engines uh, het bieden aan ontwikkelaars. Maar het biedt zeker voor iemand die gewoon wel overloopt van ideeën. En dat gewoon op een leuke manier. Op een redelijk intuïtieve, soms overwhelming manier wil uh, creëren. Ja, uh, biedt. Dreams je absoluut wel die tools. En daar ben je binnen, Kan je ook nog eens dus je specialiteit vinden. Want ja. ook de game, of de, de tool wijst jou aan van: kijk, dit is jouw specialiteit. Hier heb jij meeste tijd ingestoken in gestoken. En animaties, of in het game zelf. Of weet ik veel, art, sound design, noem maar op. Genres, uh, je kunt het allemaal onderverdelen. Ja. En um, dan komen we eigenlijk een beetje bij de laatste vraag... voordat we nog een, een kleine mededeling hebben. Uh, kopen, budgetbak of slopen? Um, was je al deep into Little Big Planet? En heb jij een creatief brein uh, dat, dat overloopt met ideeën? Dan zeg ik uh, volmondig kopen. Ja, want het is wel kwaliteit, hoor. Wat hier ja, uh, ja. geboden wordt. Voor mij geldt eigenlijk uh, precies hetzelfde. Ik ben iemand die daar wel tijd in wil steken en ook gaat steken nog. Um, voor mij is het zeker een kopen. Ik weet zeker dat er meerdere creatievelingen onder ons zijn binnen onze community. die hetzelfde zullen denken. En uh, die zullen hier meer dan genoeg lol mee hebben. Uh, die zullen op een soort van ontdekkingsreis gaan. Wat zijn hun specialiteiten? Wat is er allemaal mogelijk? En uh, ja, daarvoor biedt. Dreams je echt een, een meer dan goede tool uh, om jouw dromen te verwezenlijken? Zeker. Voordat wij stoppen, uh, nog een kleine mededeling. Uh, zoals we al eerder hebben aangegeven, gaan we een soort van Dreams competitietje doen. Ja. Um, we willen dat mensen uh, hun creatieve brein uh, laten zegenvieren en dat laten zien in ons. Uh, en dat doen we door middels, uh, middels een soort van competitie. Maak jouw dream. Uh, upload hem met de naam Gamekings competitie underscore en dan de naam van je dream. Uh, mail vervolgens naar redactie@gamekings.tv um, wat de naam van jouw dream is, oftewel zomaar de Gamekings competitie laagstreepje jouw naam en vermeld erbij wat jouw uh, accountnaam is, zodat wij kunnen checken van oké okay, die persoon heeft deze dream gemaakt. Dan gaan wij ze checken en dan op 1 maart gaan wij kijken wat alle inzendingen zijn. Zijn het er enigszins genoeg? Dan gaan we gewoon checken wat zijn de aantal van de beste die we hebben gezien. Dat gaan we behandelen in een item en ja, die, daaruit... gaan we, die gaan we let's playen. Die gaan we let's playen ja. inderdaad. En daaruit komt een winnaar rollen. Hoe we dat verder nog in gaan vullen en wat de prijzen zal zijn, dat hoor je later deze week of de komende weken. Binnenkort, zeer binnenkort. En, um... Ja, ik zou zeggen ga er los mee. Je Maak hebt twee de... weken. Je hebt twee weken dus en eh, wat we net al gezegd <laughs> hebben. In, in een paar dagen tijd is het dan moeilijk om iets echt tot stand te laten komen. Ja. Daar staan in een paar weken. Maar twee weken zou genoeg moeten zijn om tot een, een mooie basis te komen. Gebruik een week om te leren en gebruik een week om te maken. En dan kan het niet anders dan dat je met iets heel vets op de proppen komt.